We gaan zo zien wat ik bedoel, maar bij deze glitch is dus iets geks aan de hand. Echt ja, iets bizars te zien. Wow. Nou, we zijn eruit. Nou, maar dat kan toch niet anders? Nou ja, nee. Weer niemand naar huis, eindelijk lasergamen en de eerste finalist is bekend. We komen steeds dichter bij het antwoord op de vraag, wie is de mol? Ja, Max van den Broek, we hebben een finalist. Zeker, ja, ik weet niet waarom je zo enthousiast bent. Ik had er liever drie gehad. Ik wilde gewoon enthousiast beginnen, maar ja. Ik had eigenlijk ook liever wel gelijk ja, ik had er echt liever drie gehad. Maar goed, het is er maar eentje en volgende week komen we er pas achter wie er nog als laatste gaat afvallen. Nou, helaas de kandidaten waren in ieder geval erg blij dat ze nog een aflevering mochten blijven zitten. Maar dat snap inderdaad. Ik op zich wel. Ja. Dan die eerste opdracht, focusgroep. Tja, het is natuurlijk al 100.000 keer gezegd, maar het was een beetje het perfecte plaatje in Wie is de Mol. Zeker, en dat zou ook meteen een hint kunnen zijn, want Zoy heeft ook ooit meegedaan. Ja, hè? Perfecte plaatje. Het was toch best wel goed ook? Ja, ik heb het niet gezien. Okay, maar ik maar geloof het was niet je op je woord. Het was best goed en het was niet aan zijn foto's af te zien, laat ik het zo zeggen. Nee, want hij was denk ik wel een van de slechtere deze aflevering. Ja. Ik snapte ook zijn hele... Hij zelf ook, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Nou, goed. Ik vond Ranomi trouwens wel heel slecht. Ja. Maar was dat dan een mol? Want kan ze goed zwemmen, hè? Ja, ze kan heel goed zwemmen. Kon je nou nog wat verdachte dingetjes halen uit die eerste opdracht? Ja, ik zelf was best wel verbaasd over Daniel. Ja, Daniel leek alsof hij het eigenlijk wel kon, terwijl hij zelf, een beetje typisch wel het molgedrag. Ik kan het niet, ik weet niet wat ik aan het doen ben. En dan met deze foto's komen, ik vind het heel knap. Ik denk dan, als je een journalistieke... Ik weet niet welke opleiding die heeft gehad, dus het is een beetje speculeren. Maar als je een journalistieke opleiding hebt gedaan, dan krijg je wel het onderwerpje kaderen. Ja. En dat is waar. Dat heeft hij goed gedaan. Jurre, die heeft het echt heel goed gedaan. Misschien heel leuk. Een beetje te goed. Hij had wel echt het duidelijkste verhaal. En ja, algemeen bekend, de mol mag natuurlijk van tevoren oefenen. Ik kan me zomaar voorstellen dat we dadelijk in de laatste aflevering de mol nog even door de Beekse Bergen zien om te oefenen, weet je wel. Leuk. En wat vond je van zijn acteerwerk? Nee, heel slecht. Goed. Ja, nou heel ja, slecht. Dat, ik heb het dus een beetje nagevraagd in mijn omgeving. Ook mensen die zelf wat doen met acteren, zo, die zeggen allemaal, ja, het was eigenlijk gewoon best wel slecht geacteerd. Ja. Zo kwam het in ieder geval over. Ja. En het is niet de eerste keer dat een mol zoiets doet, want in 2011 had Patrick Stoof, die kreeg ook een finale vrijstelling. En hij acteerde ook heel erg overdreven. Dus niet te overdreven acteren als je een finale vrijstelling krijgt, want dan word je altijd op betrapt. Ja, oké. Okay. En wat vond je dan van die enveloppen? Had je daar nog iets wat je eruit kon halen? Ja, kijk, normaal gesproken als kandidaten zelf een volgorde mogen bepalen dat om iets te pakken, zeg maar, dan moet je altijd heel goed opletten welke volgorde, wie gaat er als eerste en zo. En wat is daarbij belangrijk? Nou, ik denk dat de mol graag wel als eerste een envelop wil pakken, want die wil natuurlijk... Vrijstelling eruit je zou zeggen halen, de toch? Vrijstelling. Ik denk dat de mol graag het geld eruit wil halen. Oh ja, dat is waar. Want of de mol wint de opdracht, die heeft natuurlijk waarschijnlijk een cursus gehad, die weet wat hij doet en dan kan hij een envelop van iemand anders afpakken. Ja. En hij weet natuurlijk welke envelop bij wie is beland, dus dan weet hij precies welke envelop hij moet pakken. Of de mol wint niet, kan natuurlijk ook. En dan is de kans maar 1 op 4 dat zijn envelop uiteindelijk wordt gekozen door degene die wel heeft gewonnen. Best kleine kans. Ik denk dat de mol heel graag die 2000 euro had willen pakken. Ja, maar ik vond het toch wel opvallend, ik weet niet of jij dat gehoord hebt, dat Daniel zei, ik ga voor 2. Ja, en toen kwam Zoy en die pakte er even tussenuit. En Ranomi wilde eigenlijk ook 2. Ja, iedereen wilde ineens 2. Iedereen wilde 2. Ja, degene die heel erg aan het afwachten was Jurre. Dus die dacht, nou, gaan jullie maar lekker voor 2. Ja, die zei ook nog, Ranomi, wil jij die maar anders? Precies, dan, ja, misschien had hij wel het grote geld in zijn eigen envelop natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Dan eventjes naar de test. Het was opnieuw een alternatieve. En ik zie al aan jouw gezicht dat je het daar niet helemaal Ik ben daar een beetje klaar mee. Ja. De laatste reguliere normale test, zeg maar, was aflevering 3. We zitten nu in aflevering 8. Ja. En ik vind het heel erg leuk dat de makers experimenteren. Maar ik merk vooral ook in de smoloten, zeg maar... Ja, al die alternatieve tests, elke keer weer wat anders. Oké, okay, nou laten we dan gauw naar dat lasergamen gaan, want dat is dan wel weer leuk. Ik heb wel nog een mogelijke hint tijdens de test. Kijk, vertel. Daar heb ik een filmpje van. Rick, die heeft natuurlijk zijn standaard praatje in zijn voice-over. Ja. Tijd voor de test en zo. En dat eindigt dan met de volgende zin. De mol hoeft nooit naar huis. En precies bij die zin zien we dus Jurre zijn finale vrijstelling inzetten, want hij gaat niet naar huis. Ja.
Ja, er kan een hint in zitten. En kun je dan ook nog iets uit die verdenkingen halen? Ja, want het wordt natuurlijk speculeren in de voice-over, zeg maar, op wie ze dan zitten en zo. Nou, Van Jurre, die vertelt niet op wie hij deze test heeft ingezet, want hij heeft deze test niet gemaakt. Maar in de vorige aflevering zat hij op Daniel. Mm-hmm. Daniel zit dan weer op Jurre. Ja, op alle vragen, hè, had hij gezegd. Ja, Ranomi, die noemt ook niet op wie ze zit, maar die zat in de vorige aflevering op Soy. En Soy zat de vorige aflevering op Ranomi, maar ik denk dus dat hij is geswitcht. Want dan komen we bij het lezen gamen. Mm-hmm. Daar zagen we Soy, hoogstwaarschijnlijk moet ik erbij zeggen, Daniel afschieten. Ja. En waarom heeft hij dat nou gedaan? Nou, ik heb daar dus wel een theorie over. Want ze hebben bij de test hebben ze die laatste vier vragen, die gingen over opdrachten die ze nog niet hadden gespeeld. Ik denk dus dat Soy daar bepaalde antwoorden heeft ingevoerd. En hij wil natuurlijk dat die antwoorden waargemaakt worden, zodat hij die antwoorden goed heeft. Ja. En daarom heeft hij dus twee keer op zijn mol geschoten. En in dit geval is dat dus Daniel. Ze moesten die jongens afschieten en dan kregen ze een code. En daar moesten ze dan weer, ja, dat noordoost, zuidwest. Ja. Ja, ik denk dus dat de mol vrij weinig kon doen bij deze opdracht. Want je bent nog maar met vier kandidaten. Je zit constant op elkaars vingers te kijken. Ranomi deed heel erg haar best. Die heeft echt zoveel tags binnengehaald. Nou, heeft eigenlijk alleen als enige. Precies, die kan bijna niet de mol zijn als je het op die manier bekijkt. Want ja, als mol hoef je dat natuurlijk niet te doen. Je kunt gewoon afgeschoten worden. Soy was alleen maar bezig met zijn tegenstanders. Ja, Soy die was vooral bezig met Daniel afschieten. Ja. Kun je ook zien als een kandidatenactie. Want hij wil gewoon graag zijn test goed hebben. Dan heb je nog Jurre. Maar Jurre die was vrij snel af. Ja. En ik denk niet dat per se een goede positie is voor een mol. Want dan sta je toch een soort van buitenspel. Je staat wel bij die puzzels, kun je nog wel wat dingen doen en zo. Maar daar sta je ook met een groepje. Daniel was in het begin, die stond ook, dus toen hij af was, stond hij daar. En die was de hele tijd door de portofoon, ook door mensen heen aan het praten. En hij deed wel heel erg zijn best bij het ontcijferen van die codes. Maar wat ik net al zei, ja, je staat daar toch met een hele groep mensen. Je bent een knappe mol als je daar kan mollen, zeg maar. Ja, heb je nog verder hints uit deze aflevering kunnen halen? Niet uit deze aflevering. Nee. Maar ik heb wel nog één knallen van een eindhint, zeg maar. We gaan even terug in de tijd. Voor aflevering 1 had je voorstelvideo's. Ja. Kandidaten die zichzelf hebben voorgesteld. Hebben we het volgens mij eerder ook al over gehad. En een medemaloot, Siem, heeft dit gezien. Heel erg scherp gezien. En er is iets geks opgevallen bij de voorstelvideo van Soy. Elke video is geknipt. En tussen die knipjes zit een soort glitch. Ja. We gaan zo zien wat ik bedoel. Maar bij deze glitch is dus iets geks aan de hand. Echt... ja, iets bizars te zien. Kijk even mee. Ik heb gewoon totaal zin. Ja, bla 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 bla. Zit hij dus wat te vertellen. En dan komt zometeen na deze zin komt de glitch. Ja, het gewoon te ervaren en te voelen. Ik denk dat was hem. En dan zetten we hem even stop. Spoelen we een stukje terug. En dan gaan we frame by frame gaan we even kijken naar die glitch. En dan zien we rechtsonder ineens een letter. Die stond daar nog niet. Ah. Dat is de letter M. Van Mol natuurlijk. Wow. Nou, we zijn eruit. Nou, maar dat kan toch niet anders? Nou ja, nee. Maar waarom staat anders die N daar? Maar 1 en 1 is 2. Vorige week hadden we de stemexpert. Ja. Was Soy. Ja. We hebben nu een M. Soy. Ja. Soy is het. Dit kan toch niet anders? Alle punten op Soy. Alle punten op Soy. Toch? Nou ja, kijk, kan je doen. Als je echt heel erg gehecht bent aan je punten, zou ik ze op Jurre inzetten. Want die heeft de finale vrijstelling. Vind ik een beetje vals spelen natuurlijk. Ja. Bedenk je wel, als je op het einde van de serie, als je graag poolwinnaar wil worden, dan moet je je punten op de juiste mol ook nog hebben ingezet. Want die worden nog een keer verdubbeld. Dus ja, ik zou bijna mijn punten op Soy gaan inzetten. En hebben we nog mensen nodig die hints insturen altijd? Altijd, altijd. Naar jou, hè, Max? Zeker, heel graag. Volgende week zijn we hier weer. Dankjewel. Super.